Ja, hier is natuurlijk Fishy weer en welkom weer bij een hele nieuwe splinternieuwe Q&A. Ben je dubbel op? Maar hij is helemaal nieuw hoor, want het is vandaag 2 oktober. En het is weer maandag en ik dacht mezelf, gewoon lekker vandaag uploaden. Ja, toch, gisteren had ik een beetje ruzie erin. Gewoon lekker opnemen. Dan moet ik vandaag niet doen. Zo werkt dat. Ik had vragen aan jullie. Ik had in ieder geval gevraagd aan jullie of jullie vragen willen achterlaten onder mijn Instagram post. Dus volg me eventjes op Instagram. FishNaterNL. Doe het ook eventjes op Twitter natuurlijk. FishNaterNL, Facebook, FishNaterNL. Je weet al die shizzle wel. En de gameplay op de achtergrond is van Vincent. En Vincent is 28 jaar. Om precies te zijn. En dat is baas. Want hij haalt zulke gameplay. 40 plus in ieder geval potje domination op de map Altitude. En dat is een nieuwe map natuurlijk in Infinite Warfare. En thanks in ieder geval voor de gameplay. En leuk om te zien dat ik best wel wat oudere kijkers heb. Dus ik ga meteen vragen jullie. Hoe oud zijn jullie? Laat je leeftijd in ieder geval even achter bij de comments natuurlijk. En laat ook een leuke nieuwe vraag achter voor volgende week. En likey, duimpjes. Dat is altijd fijn, want jij vindt toch geen reet met YouTube views. Dus we gaan voor de likes. Ja toch? Ik heb dus eventjes via Instagram gevraagd om Q&A vragen. En Milantje B12, die heeft er eentje achtergelaten. Waarom wil je YouTube blijven doen? En het is een goede vraag misschien. Ja, YouTube is natuurlijk wel erg veranderd. Ik doe 5 jaar YouTube al. En ik heb nu bijna 70.000 abonnees. Groei weer wat. Dus dat is heel erg fijn om te zien natuurlijk. Niet zo groot snel als andere YouTubers. Hopelijk kom ik weer beter in zoeklijsten ooit terecht. Dat ik weer een keertje gewoon groei. En dat ik gewoon subs krijg. Veel subs. En veel YouTube money's. Oh nee, dat krijg je niet met views. Maar ja, wel andere dingen kan je krijgen natuurlijk. Dus je weet maar nooit. Maar in ieder geval, waarom wil je dat blijven doen? Ja, ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen. En het geeft best wel voldoening om te zien dat jullie het leuk vinden als ik vids maak. Nou, het klinkt misschien raar, maar het geeft een soort van kick. En ik wil nog steeds echt wel hier mijn werk van maken. Ik moet wel een beetje allemaal meezitten, maar ik wil dat in principe wel doen. En ik doe gewoon mijn best daarvoor. Laat ik wel zeggen. En er gaan ook meer vids online komen. Maar ik zou zeggen, hou gewoon mijn kanaal in de gaten. Volgende vraag van TVSSR. Denk je dat er oorlog ontstaat tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea? Het zou zomaar kunnen. Hè? Weet je wat het is? Ik vind het toch altijd een beetje eng om alles zo te zien. Ik heb zoiets van, doe maar dat te gebeuren. En ja, er vliegt een of andere raket over Japan heen. Wat ik gewoon echt vet provocerend vind. En ik snap het ook echt niet. Als je heel eerlijk bent, als de hele wereld tegen jou is. Dan ga je het ook niet winnen, zeg maar. Ja, het klinkt misschien stom, maar je moet wel een beetje allies hebben. En ja, Noord-Korea staat daar best wel alleen voor. Niet helemaal alleen, maar wel heel erg behoorlijk alleen. En misschien een beetje risico met China. Dat denk ik niet meer erg tegenwoordig. Maar weet je, ik ben eerlijk, ze moeten gewoon daar invallen en gewoon de hele troep daar wegtrappen. Maar dat is mijn mening. En misschien, het is niet zo makkelijk als ik het nu zeg natuurlijk. Want het is gewoon, er kan allerlei gewoon collateral damage komen, zeg maar. En dat willen we ook niet hebben. Ik hoop gewoon in ieder geval dat het weer met een sisser af... Jee, ik ken mijn lullen vandaag. Ik hoop dat het met een sisser afloopt. Ja. Maar we gaan het gewoon zien de komende, ik denk al een jaar. Dan weten we wel veel meer. Scheerapparaat vraagt, wat is jouw favoriete Netflix /tv-serie? Netflix heb ik wel als ik het betaal. Dus dan heb ik Netflix, maar ik heb nu geen Netflix. Wat is mijn favoriete tv-serie? Ik kijk al meer. Walking Dead. Ik vind The 100 vind ik leuk. Ik 24. Prison Break heb ik al gezien. Ja, ik vind dat wel heel slecht. Als ik eerlijk ben, het laatste seizoen. Breaking Bad. Allemaal dat soort series. Dat vind ik echt heerlijk om te kijken.
Natuurlijk Doctor Who. Ik vind het echt leuk om te kijken, Doctor Who. Misschien een beetje kinderachtig, maar ja, het kijkt heerlijk weg. Wat meer hebben we voor gezien? Ja, ik heb vroeger Lost keek ik en zo. En Fringe. En ja, er zijn zoveel series tegenwoordig die echt van goede kwaliteit zijn. Moeilijk om dat achter. Ja, moeilijk om te zeggen van nou, dat is een goede serie en dat minder en zo. Dexter is ook zo'n fantastische serie. Ik zou zeggen, weet je, ik ben ook een beetje op zoek naar een leuke serie. Laat eventjes jouw favoriete serie achter bij de comments. Misschien dat ik dan ga kijken, want ja, ik wil gewoon even een leuke serie zien. Laat gewoon maar achter en dan, ja, als ik het al gekeken heb, pech. Maar ja, ongetwijfeld zullen jullie meer series kennen dan ik. Brian Spijkers namelijk. Wat gaat het meest succesvolle spel worden op YouTube? Nou, dat is natuurlijk, denk ik, tot nu toe alle tijden Minecraft. Call of Duty zal het niet meer gaan worden. Ja, ik denk dat het tijdsperk YouTube en gaming, dat echt één game specifiek boven alles uitsteekt, wel weg is. Ja, je zou kunnen zeggen nog GTA 5, al vind ik dat ook langzamerhand wel een beetje minder worden en zo. En Minecraft dus, maar ik zou echt niet weten. Ja, of zo'n stomme hype zoals Pokémon Go, dat zou dan wel weer eventjes tijdelijk natuurlijk gewoon heel erg populair kunnen worden. Maar verder, I don't know, ik weet het echt niet joh, ik vind het heel lastig. Even kijken, FIFA 18 vragen. Onder andere van Meffes. Ga je Ultimate Team uploaden op FIFA 18? En van Mike van Aalst. Al ideeën voor een nieuwe serie op FIFA 18? Ik zal ze allebei eventjes beantwoorden. Ik ga FUT uploaden, ja, dat klopt. Ik ga dat uploaden. Ik heb daar een klein beetje verstand van. Ik heb een beetje gekeken hoe en wat. En ook bij andere YouTubers even gekeken de afgelopen tijd. En ik ga dat doen. En ik ga dat. Ik moet het alleen behoorlijk editen natuurlijk. Ja. We gaan dat gewoon even bekijken. Of ik er iets leuks van kan maken. Ik heb natuurlijk alleen helemaal geen zin in om allerlei pakketjes te gaan kopen. Om vervolgens dan mijn team samen te kunnen stellen. Je kan het ook gewoon doen met gamen. Maar ja, of het dan snel gaat, dat is een tweede natuurlijk. Dus ik moet even kijken wat ik daarmee ga doen. Een idee van nieuwe series op FIFA 18 jaar. In ieder geval ook de Journey ga ik uploaden. En ik heb natuurlijk gewoon wedstrijd van de week. En ik stream best wel veel met Paul. Dus ik doe eigenlijk best wel veel aan FIFA. Of nou FIFA 17 was. Of nu FIFA 18 is. Dat maakt niet zoveel uit. Ja toch, FIFA is FIFA. Official Rambanu vraagt aan mij. Wat doe je graag naast YouTube? Leuke vraag inderdaad. Ja, dat doe ik naast YouTube. YouTube neemt een behoorlijk groot gedeelte in van mijn leven. En dat komt omdat ik woon op mezelf. En dan ben je alleen. En dan heb je even niks te doen. Dan ga je aan YouTube. Eigenlijk, ik ga gewoon door met YouTube dan. En als ik wel wat te doen wil hebben, dan ga ik ook YouTube. Dus YouTube altijd. Nee, maar ik kijk wel soms series en tv en zo. Ik vind een beetje tv-programma's vind ik wel leuk eigenlijk om te kijken, zoals Masterchef en zo. Ik vind het wel leuk om te zien. Maar verder kijk ik inderdaad series. Wat doe ik meer? Ja, een beetje lekker met mijn ouders, een beetje optrekken. Lekker ergens naartoe gaan, lekker boodschappen doen met mijn ouders. Dat vind ik hartstikke leuk, dat doe ik heel stom misschien. Maar ik vind het gewoon gezellig, weet je, met je familie. Gewoon lekker dat soort dingen doen. En verder, ja, een saaie jongen eigenlijk, denk ik wel, ja. Alles wat ik doe, bijna alles wat ik doe, is eigenlijk wel YouTube gerelateerd. Dus ja, een beetje lastig. Maar in ieder geval dat, hè. Gekke gamer Ivo, ga je ooit een alcoholvideo starten met Paul, a.k.a. King Lurt? Yes. Alcoholvideo is natuurlijk van Paul, dus dat zal ik niet zo snel gaan doen. Of ik moet inderdaad toevallig met Paul samen zitten en dan flink wat zuipen. Maar Paul woont in Almere en ik woon in Lemmer. En kijk eens op de kaart, dan zie je dat het ongeveer 100 kilometer van elkaar af is. Dus dat doe je niet zo snel. En als ik uitga met Paul, dan upload ik het meestal. Nou, lekker naar de kloten zijn. Tenminste, de stukjes die je kan uploaden, zeg maar.
Volgende vraag van Hallo Michael 13. Wat vind je ervan dat Vincent Julie IK Snapking 2.0 €3 vraagt voor één Q&A vraag? Ja, ik vind het asociaal. En ik vind nooit dat je de kinderen geld moet vragen of voor een Q&A vraag. Kijk, streamen, daar krijg je ook geld voor, maar dan is het nog een keuze of je wilt doneren. En €3 voor een Q&A vraag, ja, dan zou ik hier nu net eventjes €30 verdiend hebben. Ik vind het gewoon belachelijk en eigenlijk heel erg schandalig. Mijn mening. Delano Game Maniacs, ga je nog een eigen meeting houden? Nope, dat doe ik niet, want wie gaat er naar mij toe komen? Wie gaat er naar me toe komen? Gaan die voor mij zien? Nee, weet je, er zijn zoveel evenementen. Ik zeg maar, DRTG, Feed, Belgium Tuesdays. Kom lekker daar naartoe en je ontmoet me. Dit was in ieder geval weer de Q&A van deze week. Jongens, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye bye. Later.